In de Semelier, zojuist heb je tegen Tyfon Oskar mogen vechten. Yes. Eindelijk. Het is lang, het heeft lang mogen duren. Yes. Wat vond je ervan? Beschrijf de wedstrijd voor jou, zodat de fans weten. Veel mensen weten, dit is mijn tweede verliespartij, maar ik heb nooit excuses, nooit smoesjes. Hij was goed, ging gelijk op voor mijn gevoel. Ik dacht dat ik de laatste drie rondes aan iets meer deed dan hem, dus ik dacht dat ik hem naar me toe had gesleept. Maar blijkbaar denkt jury daar anders over. Dus dan is het gewoon terecht als jury het zegt en daar sta ik achter. Dus helaas verloren. Goeie jongen, maar Wat vond je van de eerste ronde, het moment toen de bel begon? Begon was het jouw goed. Afstand? Vond je dat je echt op jouw afstand kon vechten? Ik denk dat ik hem iets te veel liet komen. Maar dat was ook omdat ik wel voelde hoe zijn tempo was. Want ik dacht, ik moet dat vijf rondes doen, dus laat me dat gelijk mijn eerste ronde voelen. Ja. Zodat ik daar bij de derde ronde pas achter kom wanneer ik moe ben ofzo. Ja. Dus ik liet hem expres iets meer komen dan normaal. Ja, zeker. Alleen, blijkbaar iets te veel, helaas. Derde ronde zag ik dat je echt aan ging zetten. Ja, ik begon te groeien, ik merkte dat ik beter werd. Maar zoals ik zei, net niet genoeg. Helaas. Veel puntenwerk, veel benen. Ik hoorde je coach zeggen, pak zijn benen, pak zijn benen. Ja, ik ging toch beter met zijn spel, de boksen, het tikken. En ik vergat mijn benen en dat was dom. Eén keer raakte hij hem goed, je raakte hem goed. Eén keer pakte hij hem. Ja. Ik zag dat je toen dacht van, oké, moet ik nou die drang naar voren hebben of niet? Wat twijfelde je of wilde je echt doorgaan? Ik twijfelde inderdaad, dat heb je goed gezien. Ik dacht veel rondes. Als hij niet gaat, dan ben ik lek. Ja. En dat is de fout bij mij. Ik ga nog iets te veel denken. Ook als ik win, mijn wedstrijden denk ik nog te veel. Ook ben ik iemand aan het afmaken, ik denk toch nog, misschien komt hij nog of misschien. En dat is mijn fout en daar heb ik nu weer van geleerd, dus dat moet volgende keer beter gaan. Wat hoe zie je jezelf nu? Ik bedoel, wat nu verder? Je hebt nu tegen hem gevochten op 72,5. Vond je zelf echt persoonlijk van, hey, dat hij echt verdiend heeft gewonnen om tegen jou te zeggen van, dat hij echt van je heeft gewonnen? Hij heeft één puntje meer, laten we het zo zeggen. Ik vond gelijk opgaan en de jury dacht er anders over. En het is ook als je gelijk opgaat, hij is titelhouder, ik krijg voordeel. En dat is denk ik nu gebeurd. Maar ik hou niet van smoesjes en dingen eromheen. Hij heeft gewonnen en ik heb verloren. Je moest gewoon vijfde ronde, had je het gevoel dat je echt, want ik zag je een beetje lean back. Ik zag je een paar acties maken. Meer gewoon toen kwam je echt in je gevoel. Ja, ik dacht gevoel. Dat ik voorsprong. Oh, dom, maar dat dacht ik. Wat nu verder? Wat mogen de fans van jou verwachten? Ja, dan laat ik aan Edwin van Fusion over. Ja. Maar iedereen die komt is welkom. Ik ga niemand uit de weg. Maakt me echt niet uit. Desnoods nog een keer tijd van. Ik ga verliezen of niet. Ik ga niemand uit de weg. En ik ga voor alles 100% trainen. En ik sta de volgende keer gewoon nog fitter. Wie wil je bedanken? Mijn trainer, man. Altijd. Waar is je trainer? Sowieso, man. Ja, man. Mijn maat voor altijd. Winnen, verliezen. Dit is de team, man. Oosje. Oosje, dankjewel, man. Thanks voor alles, man. Love, man. Sowieso. We zijn hier met Amir Attari. Yes! Kamal Shabrani. Nou, als ik Amira zie, dan zie ik een jong, gedreven, supertalent. Die altijd vrolijk is. Die een hele goede, positieve bijdrage aan de sport geeft. Heel veel kinderen inspireert op een hele unieke en eigen manier. En ik ben eigenlijk wel heel trots op deze jonge dame. Echt, hè? Ze doet echt speciale dingen. Ze geeft nu ook seminars. Ja, zeker. En dat doet ze als een echte prinses. Kijk naar deze Amira. Ze is champ, hè? Klimmen. We gaan alleen maar omhoog. Klimmen, klimmen, klimmen. Ik ben hier met Nordi Birmo. Dit is de Amira. Amira, als ik aan Amira denk, is gewoon een voorbeeld van alle jeugd, alle kinderen. Dat is top meisje. Ik hoop met mijn eigen, als ik een dokter heb, dat ik een dokter als haar ga hebben. Dat is echt mijn droom. Dus, helemaal top. Volg haar allemaal, want deze wordt de nummer 1. Yeah. Wat vind je eigenlijk hiervan? Dat al die mensen zo, dat zij vinden dat jij zo goed je best doet. Ik vind dat leuk. Oké, dames en heren, dan hebben wij... Wat zie jij als je Amir Attari ziet? Wereldkampioen. Een echte. Wat vind je wat ze doet voor de kickboxwereld? Ongelooflijk dat ze op die leeftijd al zo met publiek bezig is. Onder de indruk. Ja.
We zijn onder de indruk van je, Amira. Indruk, impressed. Ja, absoluut. Wie ben je eigenlijk? Wie ben jij? Wat? Kijk. Oh. Voor de mensen die het niet weten. Ja, ja. Scheizer, ik ben Glenn Huisman van de sectie ringcontactsporten. We doen 3 galen per weekend. Heerlijk. Ja, ja. Heerlijk. En we zullen blijven met je team, hè, dat we in de ring kunnen zien. Je doet het goed, Amira. Ga zo verder. Topper, echt. Ja. Ja, en daar is ze dan. Amira, de Wonder Girl, Dari. What do you find of this girl? Very special talent. It's like a little ninja. It's like a Power Ranger, that's why. Little ninja. Watch out, man. Watch out. Watch out. Watch out for Amira. Yay. Dat is voor jou, hoor. Waar had je haar gezien? Was het de AD? De AD. Hey, want jij komt uit Rotterdam ook, hè? Ja. Ja, wij ook. Van AD in de buurt, hè, was dat. Ja. Wat vind je hier nou van als je dat zo leest? Ik vind dat super knap. En ik heb respect voor je dat je dat durft. Dat ik heel goed vind voor jou. Je doet goed je best en blijf zo doorgaan. Je bent een voorbeeld. En je moet vooral zo doorgaan. Discipline. Discipline heb je dan, hè. Mijn zoon doet ook kickboksen. En die traint ook 6 dagen in de week. En die maakt nooit ruzie op straat. Knap, hoor. Goedemorgen, Godwin naar freefightpress.nl. Ik heb het een beetje koud, mijn excuses daarvoor. We zijn net wakker geworden. En we hadden een aantal toppartijen. Wat vond ik ervan? Typhoon Oskan tegen Andy Semelier. Eindelijk kon deze partij plaatsvinden. Eindelijk. En gefeliciteerd Typhoon Oskan. Je hebt je titel zeker en wel goed verdedigd. Ik vond het een technisch hoogstaande partij. Mooie punten, mooie technieken. En ik vond het heen en weer gaan, constant heen en weer. Persoonlijk vind ik niet dat geen van beide elkaar echt heeft gedomineerd. Dus dan houdt het sowieso in dat de titelverdediger zijn titel behoudt. Ik heb wel een paar mooie momenten gezien in de wedstrijd. Ik vond het echt de moeite waard. Kijk. Persoonlijk vind ik, als je naar een wedstrijd gaat, dan wil ik altijd er niet zeker van zijn wie er wint. Want dat zorgt voor extra spanning, ook bij de fans. Weet je? En ik vond het echt een toppartij. Echt een toppartij. Echt
Andy Semelier ook aangegeven in de video. Die heeft gezegd wat hij ervan vond. De vierde en vijfde ronde vond ik persoonlijk wel echt naar Semelier gaan. Alleen ja, hij heeft het verschil niet kunnen maken. Maar ik denk wel dat hij met opgeheven hoofd, dat hij gewoon weer terug naar M-Lord kan gaan. Ik ben benieuwd wat Infusion nu gaat doen. Wat nu het volgende wordt. Walid Hamid tegen El Moukaddam. Dat was ook echt een toppartij. Als je die niet bij was, wauw. De eerste ronde was vuurwerk. El Moukaddam kwam echt sprintend uit de startblokken. Gek. Heel gefocust. Waardoor hij hem ook 8 tellen gaf. Ja, iedereen schrok ervan. Ook ik. Want ik persoonlijk had niet mijn geld op El Moukaddam gezet. Ik dacht echt dat Walid Hamid gewoon echt... ja, gewoon... zou winnen. En de tweede en derde ronde... gingen voor mij persoonlijk toch wat meer naar Walid Hamid's kant op. Alleen ja, hij heeft wel gewoon die 8 tellen gehad. En dan is het moeilijk voor scheidsrechters om dan nog echt, weet je, echt goed te gaan kijken. Want je hebt gewoon die 8 tellen. Dus dat betekent dat je die tweede ronde en die derde ronde moet je hem gewoon echt domineren en pijn doen. En dat is helaas niet gebeurd voor Walid Hamid zijn kant. Maar ik begrijp wel dat mensen zeggen, luister, de tweede en derde ronde... die waren gewoon van Walid Hamid en dan hoor je gewoon een extra ronde te krijgen. Ja. Dat zou zeker kunnen. Alleen, die heeft hij niet gekregen, helaas. Het zal wel voor meer spanning zorgen, maar ik vind dit wel een wedstrijd die gewoon rematch waardig is. Maar petje af voor Khalid El Moukaddam. Je hebt iets gedaan wat ik niet had verwacht en wat vele anderen ook niet hadden verwacht. Dus gefeliciteerd met je overwinning. Voor wie ben ik nog meer gekomen? Lefogu Sarru tegen Hamza Soussi. Ja, dat was ook echt een straatgevecht. En een beetje moeilijk om eerlijk te zeggen hoe ik die partij dan zou moeten beoordelen. Want Lefogu Sarru is niet echt een straatvechter. Hij is meer van het in en uit. En Hamza Soussi is gewoon een drukker. Dus het is maar net hoe je de wedstrijd bekijkt. Ik weet wel dat Hamza Soussi niet zo blij was op het eind van de wedstrijd. Ik denk dat hij persoonlijk ook vond dat niet alles eruit is gekomen wat er eigenlijk in zat. Ik denk ook dat hij hem echt wilde neerslaan. En dat is niet gebeurd. Maar het was wel een heftige partij om te zien. Constant gewoon heen en weer. Dus gefeliciteerd sowieso met je overwinning. Ik wil Levi Richters ook feliciteren met zijn overwinning. Ook stabiel gevochten. Handen strak hoog gehouden. Toch wel tegen een moeilijke tegenstander. Ik wil Kadouri ook feliciteren. Echt een mooie draaitrap. Eerste trap miste die. Tweede trap draait die bam vol in de leven over en sluiten. Dus dat was echt ook een toppartij. En ik wil voor de rest iedereen bedanken die nog steeds fightpress.nl volgt. En als ik iemand ben vergeten, mijn excuses daarvoor. Volg fightpress.nl. We gaan leuke dingen doen. Zeker weten altijd. We laten jullie gewoon een beetje zien wat wij meemaken. En wie wil ik nog meer bedanken? Ik weet niet, man. Je moet me niet zoveel taggen, man, in die tags van je. Anders ga ik een keer uitdagen. Anders gaan we een keer moeten vechten, man. Je weet precies over wie ik het heb. Is goed, man. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. En nogmaals, Tij van Oscar, gefeliciteerd met je overwinning. Ja, man. Was echt top, man. Ik wens sowieso succes in je carrière, in je vechtcarrière, sowieso.
En ik ben benieuwd wie je volgende tegenstander wordt, man. Je weet het. Love, volg fightpress.nl. Bang, bang.